allemaal, welkom bij deze nieuwe video en welkom in mijn living. Ik wou vandaag, deze ochtend, had ik wat zin om te knutselen en eigenlijk aan een project verder te werken waar ik al heel lang aan wil beginnen en ik gewoon niet verder geraak. Dus ik dacht, deze ochtend is het perfecte moment om daaraan verder te werken. Ik dacht, ik zet me gezellig in de zetel met de camera erbij, een soort van kletsvideo, maar toch creatief bezig te zijn. Dus dan kan je zelf kiezen. Kijk je gewoon zo deze video uit, zet je hem op terwijl je ook creatief bezig bent. Dat is allemaal up to you. Wat ga ik vandaag verder werken? Ik heb een hele tijd geleden al een start gemaakt om een junk journal eigenlijk te maken. Maar het is dus nog niet verder als dit gekomen en ik zou daar toch graag willen werk van maken. Dus ik heb mijn spulletjes bij elkaar genomen en ik dacht, hier gaan we gewoon mee aan beginnen. Dit gaat dus niet zo in detail zijn. Ik zal wel af en toe eens iets laten zien. Maar het gaat meer over het gewoon samen creatief zijn in deze niet zo fijne tijden. Waar ik dan vooral echt gewoon thuis zit en probeer mij nuttig bezig te houden. Dus als je dit video-idee leuk vindt of je vindt het leuk om een junk journal te maken, geef dan vast deze video een thumbs up. En let's go! Ik zal trouwens misschien even laten zien tot waar ik al ben geraakt. Dit is dus het begin van mijn junk journal, een voorblad. En ik heb er al papieren ingestoken, maar ik zou er wel nog wat willen bijsteken. Dus ik heb er hier ook nog zijn. Ik had die even dichtgeklipt. Wat ik ook al een tijd geleden heb gedaan, is hier dan twee vakjes voor- en achterkant ingevoegd, zodat ik daar dingen in kan verzamelen. Dus ik heb al een paar papieren verzameld, maar ik zou er toch graag nog een paar tussensteken, dus ik denk dat dat het eerste is wat ik ga doen. Mijn cover is wel al op de maat dat ik graag wil gesneden, dus de rest moet ik gewoon nog bijsnijden. Ga ik gewoon mijn schaar doen en dan wil ik die in elkaar steken. Ik hoop dat ik hem kan naaien, maar ik heb alleen een dunne naald, maar we zullen zien how far we get. Dus dat gaan we als eerste doen. Dus ik heb al wat bladeren gevouwen. Ik ga dit even aan de kant zetten. Dit er even terug opzetten. Ik vind dat wel handig om daar toch zo van die clips op te doen. Omdat ik dan zo het gevoel heb van de bladeren komen toch iets meer in zijn vorm. En dan denk ik dan als ik het moet knippen dat het makkelijker gaat. Want ik heb niet een snijmachine of zo. En het moet bij mij ook vooruit gaan. Wat heb ik hier nog van papier? Ik heb nog een boekpapiertje. Ik heb bakpapier ook. Oeps. Als je iets hoort kraken, dat is mijn bank. Die kraakt echt enorm. Maar dus ik heb wit bakpapier. Ik heb ook bakpapier dat ik al een beetje heb gebruikt voor waxseals. Maar dat zou ik kunnen afknippen. Kan ik er misschien ook nog tussen steken. En ik heb ook nog bladeren van in de flow gekleurd. Maar ook met tekeningen op. Dus daar zou ik er misschien toch ook nog graag een paar van willen tussensteken. Dus hoe gaan we dat aanpakken? Ik ga eerst het papier plooien. Zoals dat wit pakpapier gebruik ik ook graag voor zo envelopjes en zo te maken. Vind ik wel altijd tof. En dus nu ook voor in mijn junk journal. We gaan hier even schatten op maat. Moet nog niet perfect zijn. Liever dat het nog iets te groot is, maar toch altijd een beetje. Deze heb ik ook nog. Die gaan we daar even tussen steken. Ik heb trouwens ik werk in een school zoals denk ik de meeste van jullie wel weten. Dus ja, in België zijn de scholen toe. Enkel nog voor opvang nu in heel deze coronatijd. Dus ik moet volgende week vrijdag en de week daarop woensdag moet ik gaan toezicht houden. Dus ik probeer mijn dagen nu wat nuttig in te delen. Niet altijd even simpel. Omdat ik toch wel
Ja. Ik kan veel doen, maar als ik het allemaal in één dag doe, dan heb ik de rest van de tijd niks meer te doen. Dus dat is zo wel wat de moeilijkheid. Dus ik probeer om ervoor te zorgen dat ik toch zo alles wat probeer te rangschikken. Dus elke dag een beetje doen. Dus elke dag een beetje te kuisen hier in huis. Een beetje creatief bezig te zijn. Maar ook te werken aan de schooltaken die we hebben. Omdat die toch ook wel aanwezig zijn. Wat wil ik daarover zeggen? Ja, wij zijn dus aan thuis gezet. Maar omdat wij voltijds betaald worden, wordt er wel verwacht dat er gewerkt wordt. Dus wij werken van thuis uit aan pedagogische projecten. Wat ook logisch is en ik ook totaal niet erg vind om tenminste iets te doen. Voor de rest is het echt gewoon jezelf bezighouden. Maar nu heb ik ook tijd om eindelijk nog eens YouTube-video's te maken. Wat ik wel heel hard gemist heb. Ik weet niet of het echt of dat dit wel bij deze stijl past. Ik vind het wel tof. We gaan het er gewoon tussen steken. Krijg je daar wel regelmatig zo vragen over op Instagram. Van wanneer moet er nog eens een nieuwe video en die en dat. Maar het is echt gewoon moeilijker dan dat ik zelf had gedacht. Vooral dan om een beetje de balans te zoeken tussen YouTube video's maken en dan hier in huis. Want het is vooral het samenwonen dat het moeilijk heeft gemaakt voor mij. Om zoveel tijd nog in mijn journal te steken en de tijd nog in mijn video's te steken. Spijtig genoeg, want ik doe dat heel graag. Maar het is gewoon niet allemaal even haalbaar meer. Vooral ook omdat ik probeer... mijn vriend die werkt in shiften. En die heeft dan ook nog een bijberoep daarnaast. Dus dan komt het meeste huishoudelijk wel op mijn schouders terecht. Wat op zich niet zo erg is. Maar dat maakt wel dat ik minder tijd heb voor andere dingen. Waaronder dan video's maken. Vroeger als ik thuis woonde, ik kwam thuis en alles was gedaan. En ik kon gewoon beginnen aan wat ik wou doen. En dat is nu niet meer zo. Maar ik probeer daar een beetje een balans in te zoeken. En ik hoop dat ik die ook stilletjes aan een beetje ga vinden. Zou wel tof zijn. Maar dus we doen daar ons best voor. En ik hoop dat ik toch binnenkort een beetje die balans kan vinden. Omdat ik toch wel geniet van YouTube-video's maken. Wel als er zo die druk niet echt is. Een beetje als ik zelf kan beslissen wat ik doe, wanneer ik dat doe, vind ik dat wel tof. Ik ben nu zo alles een beetje erin aan het ordenen in de volgorde dat ik wil of dat mij leuk lijkt. En ik dacht dan daarna misschien ook nog eens zo een video te maken waarin ik toon hoe ik dat zo wat versier al in het begin. Ik ga er niet tussen passen. Ja, sorry als ik van de hak op de tak spring trouwens. Ik ben een beetje zo. Dus, het is wel de bedoeling dat ik wat meer YouTube-video's ga maken. Niet gewoon omdat jullie het mij vragen, maar echt gewoon omdat ik het echt wel mis. Dus dat zou ik wel tof vinden. En we gaan zien wat er haalbaar is. Dat is eigenlijk het voornaamste. Wat is er haalbaar? But we will see. Het komt allemaal wel goed. Ik hou me ondertussen wel bezig. Ik heb geplooid wat ik wou plooien. Wat ik nu ga doen is ze één voor één in mijn cover steken. Maar in de positie dat ik ze wil. En dan ga ik ze zo vastzetten. Voor dan te zien wat ik moet bijknippen. Ik ga dat wel in stukjes doen, want ik kan niet alles tegelijkertijd knippen. Maar dat ik toch zo een beetje een idee heb. Dus dat gaan we nu doen. Zo. Deze. Dus
YouTube-video's komen eraan. Ik heb wel al wat een soort systeem bedacht. In de zin van wat ik graag zou willen filmen, toch nu. En daar zitten denk ik toch wel wat leuke ideeën tussen. Maar als jullie nog ideeën hebben, mag je me altijd laten weten. Vind ik wel tof. Zo. Dat hoeft bij mij trouwens niet allemaal super symmetrisch te zijn. Ik ben niet echt zo iemand dat daar heel nauwkeurig bij houdt. Zo, dus ik doe stukje per stukje. En wat doe ik dan? Dan ga ik eerst de zijkant afknippen en dan de boven-onderkant. Nee, ik ga het nu omgekeerd doen, denk ik. Want het is, ik heb eigenlijk niet veel aan de onderkant om af te knippen. Dus dan is het misschien even beter wat ik dat als eerste doe. Waarom doe je dat stuk per stuk? Omdat het anders gewoon veel te dik is om te knippen. En dan haal ik dit stukje dat ik dan uiteindelijk heb geknipt er terug uit, een ander. En dan voeg ik het samen en dan zie ik waar ik nog moet knippen. Dat heeft mij toen toch geholpen als ik voor die adventskalender die ik heb gemaakt, toen ook een junk journal heb gemaakt. Ik heb dat toen ook zo gedaan en ik vond dat dat eigenlijk wel goed ging en goed werkte. Dus ik dacht, dan moeten we dat nu ook gewoon zo doen. Het jezelf niet moeilijker maken dan dat het makkelijk kan zijn. Een goede scherf is wel aan te raden. Maar als je zo'n bord hebt waarin dat je gewoon die papier daar kan... Allee, je kunt dat veel nauwkeuriger doen. Hè. Maar ik ben niet iemand dat daar geen geduld voor heeft. En dat dan ook niet zo precies hoeft te zijn, want ik vind een junk journal... Dat is hoe dat jij dat wilt. Wilt je dat bij zo'n spreken gewoon op maat scheuren, gaat dat even goed. Dus ik heb nu al het eerste stukje en dat ga ik er dan uithalen. En dan is het eigenlijk gewoon terug een paar stukjes nemen. Hangt er vanaf ook van papierdikte. Als je zegt van... ik heb er nu dikke papier in steken, dus nu moet ik oppassen wie is dat. Zo. Voilà. Het is dus trouwens zaterdag, het is lente. Ook al kunnen we er niet zo hard van genieten, maar ik doe wel mijn best. Want waar ik hier woon, op het einde van de straat, is er een groot veld die door verschillende gemeentes loopt. En ik doe dan mijn best om toch wel regelmatig te gaan wandelen en te genieten van het mooie weer, maar ook gewoon van landschap. Dus dat probeer ik wel te doen. En dat doet ook een beetje de tijd. We moeten toch iets doen. Hè? Je merkt nu wel dat er zoveel meer mensen gaan wandelen dan vroeger. Dat is echt crazy. Ervoor, iedereen ging wel eens wandelen, maar dat was nu niet met de dingen van... Ik ga elke dag wandelen. En nu is dat precies ineens wel. Wat op zich wel tof is, want ik denk dat we daardoor ook gewoon alles... meer appreciëren. Even zien hoe ik dat hier ga inzetten. Deze kan iets minder ongeveer. Dat hoeft niet zo recht te zijn. Zo. Die wil ik zo. Die hoeft niet. Mijn papier is denk ik groter dan ik dacht, dus dan kan ik dat een beetje schuiven. Zo, en deze een beetje omhoog. Dat is echt zo'n beetje kijken en gokken wat jij mooi vindt. Dat hoeft niet, ik zeg het, dat hoeft niet nauwkeurig te zijn. Alleen als je het wilt knippen,
Als je nauwkeurig kan werken, dan zou ik dat dan wel doen. Oei, nee, die heb ik niet afgeknipt, hè. Altijd checken voor je knipt, want anders had ik hier al te veel uitgeknipt. Ik had hier bijna mijn papier geknipt, dat ik eigenlijk helemaal wou houden. Dus dat was bijna een foutje. Yes, nu wel. Hebben jullie al eens een junk journal gemaakt? Dit is de tweede dat ik maak. Ik heb dat al eens gemaakt tijdens mijn adventskalender dat ik wou doen. Maar nog geen voor mezelf. En dat is dus wat ik nu wou doen. Voor gewoon eigenlijk een beetje collages en mijn eigen creativiteit wat naar buiten te laten komen. En je kan die restjes dat je er, dat ik er nu bijvoorbeeld uitkniep, kan ik daarna nog gebruiken voor andere dingen te doen. Dus dat is totaal niet verloren of zo. Ik hergebruik dat allemaal. Je kunt er ook dunne maken. Je kunt ook bijvoorbeeld inserts maken. Om dan te zeggen van... ik doe het zo en zo. Zo. Voilà, dan zijn we bij het laatste stukje. Ik denk dat die wel allemaal steken hoe ik het wil. Ja. Check. En je kan dat trouwens in alle stijlen doen dat je wilt. Hè. Bij mij is dat zo dan wat meer vintage stijl, maar er zit toch wel ook genoeg kleur in. Maar je kunt dat voor je eigen uitmaken. Je kunt ook een junk journal doen met alleen gewoon papier. Dat kan dan gewoon wit papier zijn of papier dat je hebt gesteend of gewoon ruitjespapier. Maar ik kies er toch voor om dat altijd zo wat met verschillende dingen te doen. Omdat ik vind dat dat al karakter op zijn eigen brengt, nog voordat je daar iets mee hebt gedaan, zeg maar. Ik doe dan toch mooi. Zo. Oké, dus ik heb alles op maat geknipt. Wat ik nu ga doen, is deze toevoegen bij de rest. Dat ik al in elkaar heb gestoken. Zo, dus dan is dit mijn bundeltje. En dan is het kijken, er terug in zetten, want door de dikte gaat het niet meer zo mooi uitkomen. Wel aan de zijkanten, maar niet van boven. En dan is het de kunst om dat een beetje bij te knippen. En wat doen jullie zo op van die dagen? Zijn jullie thuis? En wat doe je dan? Want dat is wel, alleen vind ik... moeilijker om dan te zien, nou ga ik mezelf bezighouden, heel de tijd. Vind ik niet zo simpel. Ik kan nu YouTube-video's maken, maar zo gewoon je dag doorbrengen en heel de tijd tv kijken is ook niet aan te raden. Ik denk dat je een goede schaar hebt, anders ga je niet geraken. Oké, die zit samen. Een laatste check. Oké, wat gaan we dan doen? Nu zou ik eigenlijk mijn gaatjes moeten maken om het vast te binden. Dus wat moet ik daarvoor doen? Mijn midden zoeken. Vastzetten. Zo, dat het niet te veel beweegt, want je hebt nu juist gezorgd dat alles goed zit, hoe gewoon. Dus dat zou spijtig zijn, moest dat allemaal voor niks geweest zijn. Even kijken, want mijn papa stuurt mij. Mijn
Mijn papa gaat mijn bureau weggooien. Ja, nu dat ik bij mijn ouders weg ben, mijn bureau stond daar nog, die eigenlijk weg mocht, want die was kapot. Door daar vroeger zoveel dingen in te proppen. Hij vroeg, zeg, mag dat weg? Ik zeg, ja, maar niet wat dat erin zit, niet wat dat erop staat. Ik heb alles gezorgd dat ik dat er allemaal heb schoon opgezet. Want ik ken mijn papa. Hij heeft toen met het... Als ik ben verhuisd, had ik een zak met allemaal... ben dat hier gewoon. Maar dan toen... Niet eigenlijk hoe het moet. Als ik ben verhuisd, dan had ik een zak met allemaal badkamerspullen en zo. Ja, verzameld, zeg maar, die mee moesten. hoeveel gaten ga ik doen? 3. Ja. En het grappige was, dat, ja, ik had dat in een zwarte zak gestoken, omdat ik geen andere zak meer had. En hij dacht dat dat voor weg te gooien was. Dus hij had die zak weggegooid. Ik zoiets had van, wat heb je gedaan? Ja, dat was toch voor weg te doen? Ik zeg, nee. Maar kan gebeuren. Het was misschien ook mijn fout dat ik dat niet heb gezegd toen. Dus... En trouwens, bij mijn junk journal is allemaal niet afgemeten. Hè. Je kunt ook keischoon deze allemaal keissymmetrisch doen. Maar voor mij is dat genoeg als dat gewoon op het oog is. Wel, uiteindelijk gaat het om wat er aan de binnenkant zit en niet meer. Allee, hoe dat je dat hebt vastgemaakt. Maar ik denk wel dat het algemeen wel klopt. Oké, ik heb touwtjes waar we gaan uitkiezen welke kleur we gaan nemen. Ik heb bruin, ik heb bordeaux, ik heb groen. Groen, donkergroen zou hier wel super mooi bij passen. Dus dat gaan we gebruiken. Deze gaan we afknippen, want die is een beetje lelijk. Neem genoeg, want ik ken mezelf. Neem liever te veel dan te weinig. Nu, ik denk niet dat we die dikte gaan kunnen gebruiken met mijn naald, want ik heb altijd zo een basic kit voor te naaien. Oké, 20 jaar later heb ik mijn naald erdoor gekregen. Amai. Allee, nee, niet mijn naald, mijn draad. Ik kan er zelfs al niet eens meer goed van spreken, hè. Nu hoop ik dat dat lang genoeg gaat zijn. Anders ga ik er niet mee kunnen lachen. Zo. Dan andere erdoor. Ik heb dus trouwens donkergroen gekozen. En ik heb 3... Allee, het zijn 3 draden, zeg maar. Hier doorsteken. Bovenste. Je gaat dus eerst zo het middenste naar de onderste, je komt naar binnen, naar boven, naar het bovenste en dan zo. Zo moet het eigenlijk. Volgens de regels van de kunst. Natuurlijk als je 4 doet, dan is het anders. Hè. Zo doe ik het altijd. En dan aan de binnenkant knopen. En we hebben zelfs genoeg touw. Is het strak aan de buitenkant? Ja, it's pretty. I like. En de binnenkant doe ik echt gewoon een paar simpel knopen. Dat is niks speciaal of zo. Gewoon zorgen dat het goed vast zit. En dan gaan we
zo meteen de dingetjes eraf doen. Het is nog redelijk in het midden ook, zeg. Maar het is nog niet zo slecht gecentreerd. Wat ik dan doe, is eigenlijk pijna per pijna een keer aanduwen. Zodat hij een beetje de vorm krijgt. Niet te hard. We moeten er wel voorzichtig mee zijn. Allee, pijn op pijn heb ik ook niet, maar toch zo een beetje. Yes, hij is af. Allee, af. Het begin is af en het enige wat ik nu nog ga doen, is een elastiek maken. Om de journal samen te houden. Ik heb niet superveel. Ik heb elastiekjes ooit gekocht om mijn badge van op het werk eraan te zetten. Dus dat is met groen, rood en zilver. Ik vind dat niet één van de drie kleuren erbij past. Maar voor een tijdelijke oplossing zal het moeten zijn. En dan ga ik toch voor zilver kiezen. En ik heb ook knoopjes die ik van de kringloopjes heb gehad. Eens zien hoe lang dat dan moet zijn. Zo, dat gaat wel genoeg zijn. En ik heb knoopjes in zo'n zakje van de kringloop. Waar ik dan een dikkere knoop ga uitzoeken. Deze zal wel zijn. Misschien een gouden. Ja, maar dat ga ik niet met zilver. Dat zal een beetje te doen zijn. Ja. Natuurlijk moet je zien dat ze er niet allemaal uitvallen. Die zou misschien ook wel mooi kunnen zijn. Ja, ik vind die mooier. Oké, knoop gekozen. Dan, hoe gaan we dat vastzetten? Ik ben dus trouwens liever iemand van de zwarte elastieken. Maar het zal zo zien, het zal zo zien. Even nadenken hoe dat ik dat hier allemaal wil. Beetje korter knippen. Dat zal wel moeten voldoen. Zo is hij nog een beetje groter. Ga ik hem even zo zetten. Ik heb hem iets groter gemaakt. Ik zal het even wat erbij laten zien. Dus nu is de elastiek zo. Dus eigenlijk twee keer. En dan als hij iets dikker wordt, ga ik hem ook recht kunnen doen. Zo dan. Zo. Maar daarvoor is hij nu nog een klein beetje te groot. Maar als hij dan meer en meer dikker gaat worden, dan gaat dat perfect gaan. Maar dus voorlopig zal het met de twee worden. Dus dan is dit mijn junk journal geworden. Dus ik zal jullie even laten zien hoe dat hij er nu uitziet. Oké, hier ben ik. Even sorry voor de close-up, maar ik ga het gewoon zo doen. Dus zo ziet de voorkant eruit tussen het elastiek en de knoop. Dus wat we dat eraf doen, is dit onze journal. Ik zal er misschien even snel doorbladeren. Kan ik het zo laten zien? Ja. Zo. Zo
zo papier. Zo. Zo. Dit zijn dus eigenlijk trouwens allemaal papieren die ik heb gehaald uit boekjes die ik dus al had. Voor moest u het u afvragen. En dan dit is het midden, een mooie open print. En dus ja, langs de andere kant is het dan ongeveer hetzelfde. Dus dat is hem. Dit is dan hoe dat het gebonden is. En dan zo. Kan wel zijn dat ik hier nog een soort van washi tape of zo aan doe. Voor het iets te versterken. Of een doorzichtige plakband, dat kan ook. Als jullie willen, kan ik wel ook een video maken hoe ik daarin werk. Hoe dat ik het verder afwerk, zeg maar. Dus dat kan ik ook doen. Dus als je dat graag zou willen zien, leave it in de comments. Dan weet ik dat direct. En dan gaan we hierbij de gezellige chatvideo afronden. Hij gaat sowieso al lang duren, maar dat is oké, denk ik, in deze quarantaine-tijden van het coronavirus. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En ik ga hiermee nu verder aan de slag. En dan zie ik je graag in mijn volgende video terug. Doei!